Van 7 tot 10 juni wordt in Hoofddorp het NK Dressuur gehouden. Maar liefst 3 leden van het Rabo Talententeam zijn bij de jongrijders favoriet voor de Nederlandse titel. Het gaat om Danielle Houtvast, Stefanie Kooijman en regerend kampioene Angela Krooswijk. Ja, het is mijn allerlaatste NK bij de jongrijders. En ik denk dat het dit jaar wel heel spannend gaat worden. Afgelopen 2 jaar ben ik kampioen ook geweest. Dus ja, het staat een hele grote druk op. En ik heb nu ook heel veel concurrentie van Stefanie Kooijman en Danielle Houtvast. En dat had ik vorig jaar ietsjes minder. Dus het is dit jaar wel heel spannend. Ik probeer natuurlijk zo goed mogelijk te rijden. En het is natuurlijk ook een selectie voor het Europese kampioenschap dit jaar. En we hebben nu 2 internationale wedstrijden heb ik nou gereden. En die heb ik eigenlijk heel goed heb ik gereden. En dan is het afwachten op het NK hoe het verloopt. Hoe bereid je je voor op het NK? Toch ga ik denk ik... mijn vader die filmt eigenlijk altijd de proefjes. Kijk ik toch eventjes alle proefjes terug van de afgelopen tijd. Kijk een keertje mijn kuur nog een keertje door. En mijn afgelopen proefjes van afgelopen weekend. En dan, Is het dan toch iets anders dan een andere wedstrijd, zo'n NK? Ja, tuurlijk. Het is toch een NK. Je strijdt toch voor een titel voor een Nederlands kampioenschap. Nou, ik denk wel dat je het moet zien als een wedstrijd als een ander. Maar er is wel altijd een speciaal tintje erbij. 2 van jouw concurrenten zitten ook in het Rabo Talentenplan. Is dat dan anders als je zo bij elkaar zo op de lip zit, elkaar zo goed kent, dat je dan met elkaar die strijd aan moet gaan? Voor mij eigenlijk niet, want ik heb eigenlijk net zoals hier ook, ik ga nog niet met hun om van, voor een paar weken moet ik tegen jullie strijden, dus ik neem een beetje afstand. Nee, eigenlijk helemaal niet. Als dat moment dan nadert, zeg maar, van het NK, en dan gaat het toch om de prijzen, dan gaat het toch om het EK, wordt het dan niet wat competitiever onder elkaar? Nee, eigenlijk niet. Daar ben ik niet. Ik probeer eigenlijk gewoon samen een team te komen.